Keizer van het speerwerpen. Iemand die nog twijfelt aan die superioriteit, die kent niet veel van speerwerpen, denk ik. He was for a very long time the leading athlete in the world. Ik denk dat hij een dag al samen is gekomen van jaren werk. He definitely had a super big impact on the sports. The way he made the javelin fly was just kind of perfect. 98 meter, 48. Ongelooflijk. 25 mei 1996, op een kleine atletiekmeeting in het Duitse Jena, maakt de beste speerwerper aller tijden, de Tsjech Jan Železný, zich klaar voor zijn zoveelste worp voorbij de 90 meter. Maar deze worp is toch anders. Deze worp zal de geschiedenis ingaan. Železný loopt aan en lanceert zijn speer voor een ongekend verre vlucht die alles en iedereen voorbij vliegt. 98 meter 48. Een mirakelworp is het, die al 24 jaar onovertroffen is. Wade van Niekerk has done it again. And 10 has gone on the board. Splendida prestazione, Marco Pantani. Unglaublicher Wurf von Jan Železný. Congratulations, Jackie. Joiner, Kersey, Powell's cannon has fired. Tour of the Old Hoe slaagt de mens erin helemaal over een voetbalveld te werpen met een speer? En wat maakt dat Železný's recordworp nog altijd onovertroffen is? Wij gaan in dit programma op zoek naar antwoorden, samen met de grootste speerwerpspecialisten, de Olympische kampioen en de sportwetenschap. Onze eerste speer landt op een koude herfsttraining in Deinze. Tijdens een training van Johan Kloek, de beste speerwerper die ons land ooit kende. Dan cirkeltjes en dan de spikes aan doen. Hey. Dag Maarten. Dag Johan. Alles goed? Ja, zeker. Jij bent bezig met de Jan Železnys van de toekomst klaar te stomen. Zeg. Inderdaad, die gaan allemaal in de voetsporen treden van Železný. Het is ongelooflijk ver, hè? Hoe je is meten. Het wereldrecord 98 meter 48. Als je nu naar daar kijkt, hoe ver is het van hier bijvoorbeeld? Het zal van hieruit ongeveer aan de overkant zijn. Dus daar waar de tartan terug begint, dus dat rode strookje dat je ziet. Tot daar? Tot daar, inderdaad. Dus nog achter die groep van mensen die daar in de verte aan het trainen is. Dus als Železný hier nu aan het trainen was, dan moesten de mensen hier oppassen? Absoluut, dan zouden er waarschijnlijk al een paar accidenten gebeurd zijn. Het zou wel straf zijn als iemand van die mannen in de buurt van jouw Belgisch record komt. Dat zou heel tof zijn in elk geval. Zou ik heel leuk vinden. Johan Kloek is de enige Belg die de speer voorbij 83 meter wierp. Zijn Belgisch record staat al 21 jaar. Jij smeet 83 meter 65. Ben je trots op dat record? Ja, maar dat is toch nog een heel pak verwijderd van het record van Železný. Dus dat is toch een totaal andere dimensie, kunnen we zeggen. Is dat zo? Ja, ja, absoluut. Dat is nog een kloof van 15 meter. Dat is nog heel wat, hè? Zeker in het speerwerpen. Het verschil tussen hele goede werpers zoals jij, hè? Die boven die 80 meter gaan, en mannen zoals Železný die boven de 90 meter gaan. Ja, die is een hele hoop finesse die er nog bij komt kijken. Een perfectioneren van techniek. En bij Železný is dat die snelheid van aanloop, het samenvallen van al die kracht en energie in zijn speer. Dat is fenomenaal. Ik vind toch dat je echt trots mag zijn op die plus 80 groep waartoe je behoort. Weet je tot welke groep ik behoor? Tot de plus 17 meter groep. Dat is het beste dat ik ooit heb gesmeten met een speer. Ja. Maar het vergt natuurlijk wel een beetje training. Hè. Je moet er natuurlijk een klein beetje mee bezig zijn voor het begint te lukken. Hè. Ik veronderstel niet dat je de speer goed rechtdoor geraakt hebt. Nee. Dus, ik vond het al een hele klus om die speer met de punt van de grond te laten landen. Dus je moet het me niet vertellen hoe technisch het is.
Je mocht altijd nog eens proberen. Wel, ik... Nee, ik heb een training mee aan, dus gaat niet lukken. Ja, ik heb er anders nog één bij. Nee, ja, maar die past niet. Die past niet, die past niet. Nee, dat gaat niet. Vandaag geeft Johan zijn kennis door als trainer, maar tijdens zijn actieve carrière kon hij zelf leren van de allergrootste, tijdens trainingsstages met Szczesny in Zuid-Afrika. Jij mocht gewoon Jan zeggen. Ja, dat mocht. Veel een tijdje geduurd eer dat het ijs gebroken was. Ja? Ja, nou, een zeer coole kikker, zo'n beetje een echt Oostblok-type. Ja. En dat was in het begin wel lastig, want ik kon er niet contact mee maken. Dat was eigenlijk... Vervelend als je zo vaak samen traint, natuurlijk. Ja, dat was heel vervelend, maar dat heeft toch zeker een week, 10 dagen geduurd. Tot op een bepaald punt dat er dan toch ja, over dingen gelachen wordt, dat je oefeningen samen moet doen. En vanaf het moment dat ik in het restaurant kwam en altijd ergens anders ging zitten en dan zei van, Johan, zit jullie maar aan tafel. Dan zit ik er gewoon bij zitten. En eigenlijk toen was het ijs gebroken. Ja, je hebt maandenlang met hem getraind daar. Wat leer je dan van zo'n superspeerwerper als Szczesny? Er werd heel veel over techniek gesproken. Er werd heel veel oefening gedaan, heel traag, bijna in slow motion, om de techniek te leren, onder de knie te krijgen. En als ik vragen had, dan antwoordde hij ook altijd met veel plezier daarop. Dus het was heel leerrijk. Kunnen jouw atleetjes er ook nog iets van opsteken? Ja, ik zal in elk geval doorgeven wat ik van hem geleerd heb. Kennen ze hem, denk je? Ze kenden hem niet, maar langzaamaan hou ik de gedachten niet aan hem. Levend. Toch wel levendig. Dus ze zijn hem aan het leren kennen, dus dat is ook belangrijk. Sensationellen Wurf raus. Schauen Sie sich mal an, ganz in Ruhe, diesen Wurf von Jan Szczesny. Ich sage Ihnen, der alte Weltrekord war bei 95,66 Meter. Ik heb hier de officiële uitslag van de Zeiss-meeting, 25 mei 1996. Speerwurf männer, speerwerpen bij de mannen. Dan zien we Jan Szczesny, derde worp. Daarmee verneder hij al zijn concurrenten. Derde worp, 98,48 meter. Dat betekent dat hij nog eens 3 meter verder wierp dan bij zijn vorige wereldrecord. En dat betekent ook dat hij hier ongeveer zijn speer losliet. Hier liet hij die speer landen. Dat betekent dat hij bijna dat volledige voetbalveld heeft overgegooid. 98 meter 48. Wat een worp. Ja, en sindsdien heet Jena de plek waar speren vliegen. En dat is eigenlijk niet eens overdreven. Nee, Jena ligt in het dal van de Salerivier, is omgeven door heuvels. En als de wind door het dal waait, dan is dat net hetzelfde dan als die wind door een tunnel waait. En dan spreken ze hier van een segelwiese. Als ik dat letterlijk zou moeten vertalen in het Nederlands, dan is dat een soort van zeilweide. Het is gewoon een plek waar topspeerwerpers heel graag op afkomen, omdat de wind echt belangrijk is als je heel ver wil gooien. Javelins flying also in other places, but in Jena the javelins flying far, very far. It's different places around the world where there's no big stadium. You have to wait for the right day to come when the wind is just perfectly aligned to where you need it to throw far. And it's individual. I can't tell it's the tailwind that is best, it's the headwind that's best. It's kind of individual. But these segelwiesen, they allow the wind to really come in and help the javelin. In de sprint- en verspringnummers is de windsnelheid gelimiteerd tot 2 meter per seconde voor een korts. Maar voor het speerwerpen mag de wind onbeperkt waaien. En dat kan voordelig zijn. Op de Olympische Spelen van Moskou in 1980 worden de poorten van het Olympisch Stadion opengezet als de Russische shushu Dainis Kula aan de beurt is. Het windje in de rug levert hem de gouden medaille op. Maar de wind werkt niet altijd mee. Op het WK van Helsinki in 2005 zorgt een felle stormwind ervoor dat een Finse topfavoriet, Tero Pitkämäki, amper verder geraakt dan 75 meter. En in 2008, op de Golden League meeting in Rome, blaast een plotse windstoot de speer van diezelfde onfortuinlijke Pitkämäki helemaal uit zijn baan, met alle dramatische gevolgen van dien.
Kijk eens aan, een speer in de rug van een van de verspringers die daar zitten wachten. Dramatische beelden vanuit het Stadio Olimpico. En ja, Pitke Mekkie, die man zit natuurlijk in zak en as. De wind is zelfs zo belangrijk dat er twee typen speren voor gebouwd zijn. Je hebt de tegenwindspeer, dat is de rode speer. En je hebt de meewindspeer, dat is een blauwe speer. Ze zijn quasi identiek, want ze zijn gebonden aan de regels. Ze wegen ze allebei 800 gram. Ze zijn tussen de 2,60 meter en 2,70 meter lang. En het heft, dus het handvat hier, is tussen de 15 en de 16 centimeter. Maar er is één groot verschil. En dat zit hem hier, vooraan. In de speerpunt. De tegenwindspeer heeft een scherpe punt. De meewindspeer heeft een plattere punt. En het is met dit type speer dat Jan Selesny zijn wereldrecord heeft geworpen. Is de meewindspeer van Selesny de beste speer om een wereldrecord te werpen? Om dat uit te vissen trek ik dubbel gewapend naar de windtunnel van professor Bert Blokke, verbonden aan de KU Leuven en de Technische Universiteit Eindhoven. Professor, ik denk dat u het met mij eens bent als ik zeg dat een speer misschien wel het meest aerodynamische voorwerp is dat er bestaat. Toch op het eerste gezicht. Ja, bent u het daarmee eens? Ja, ja, want speerwerpers zijn daar constant mee bezig, hè, met de invloed van de wind op hun speer. Begrijp je dat? Ja, ja, zeker. Omdat speer vliegt natuurlijk met verschillende hoeken door de wind. Ja. Je hebt zijwind, terugwind, tegenwind, die allemaal de baan van de speer kunnen beïnvloeden. En wanneer het gaat over heel kleine verschillen, zoals een topsport, ook het speerwerpen, kan dat doorslaggevend zijn. Ja. Puur vanuit uw kennis van de aerodynamica, welke speer zou het meest geschikt zijn om een wereldrecord te gooien? Wel, intuïtief gezien, maar intuïtie is altijd een gevaarlijke raadgever. Ja, in zeker voor een wetenschapper. Hè? Ja. Zou je denken dat de speer met de kleinste frontale oppervlak, dus met het scherpste punt, dat die het meest aerodynamisch zou zijn? Maar we staan hier aan een windtunnel en we doen niet aan intuïtie dus. Nee, windtunnels zijn gebouwd om dat uit te schakelen. Dus laten we dat even onderzoeken. Ja, we gaan het onderzoeken. Prima. Professor, hoe snel blaast de wind nu in de windtunnel? Ja, 54 kilometer per uur. Maar dan daarna gaan we naar 30 meter per seconde. Dus 108 kilometer per uur. En waarom net die snelheid? Omdat dat ongeveer wel een werpsnelheid is van een topatleet in het speerwerpen. Na de blauwe meewindspeer wordt ook de rode tegenwindspeer onder verschillende hoeken getest in de windtunnel. Zo wordt intuïtie over welke van de twee speren nu het beste vliegt uitgesloten met harde wetenschappelijke resultaten. Ja, dus linkse speer met de scherpe punt, dus de tegenwindspeer zogenaamd. En rechts de meewindspeer. Ja. En wat je eigenlijk ziet bij 0 graden, dat is wanneer de luchtstroom evenwijdig is aan de speer. Dus de drag, dus de sleepkracht, dus evenwijdig aan de speer, is nagenoeg identiek bij beide. Mm-hmm. Dus beide hebben evenveel luchtweerstand. Als je kijkt naar de lift, de kracht die naar boven werkt, is die nagenoeg nul. Nee, dus het verschil tussen de twee speren is verwaarloosbaar klein. Okay. Maar goed, dat verandert natuurlijk wanneer we de speer niet evenwijdig gaan plaatsen aan de luchtstroming. Hè. Dus meestal, tijdens de vlucht van de speer, is er wel degelijk een hoek, niet gelijk aan nul, zoals daar. Ja, de speer gaat bijna nooit horizontaal. Hè? Ja, klopt. Dus gaan we even kijken bij 20 graden. Oké. Okay. Dan zie je wel wat veranderen in de stroming. Je ziet boven de speer die blauwe kleur. Ja. Dat is eigenlijk zuiging. Dus zuigt de speer omhoog. Ja. En onderaan zie je die rode kleur. Die duwt de speer omhoog. Okay. Maar als je kijkt naar dat globale stromingsbeeld, links en rechts, dat ziet er eigenlijk weer heel gelijkaardig uit. Maar wat wel heel erg verschilt, is wat we daar aangeduid hebben met de letter M. En dat is eigenlijk het moment dat werkt op die speer en dat de speer naar beneden zal doen afbuigen. Klinkt ingewikkeld. Ja, maar om dat even wat te verduidelijken, gaan we even naar de windtunnel. Dat een speer op een gegeven moment naar beneden kantelt, lijkt logisch. Maar blijkbaar kantelt dus niet elke speer even snel. De professor legt uit. Ja, in het mooie Nederlands heet dat kantelmoment. Okay. En dat verwijst eigenlijk naar het feit dat de speer gaat kantelen. En dat heeft te maken met twee punten. Nou, één punt dat altijd terugkomt in de sportwetenschap, dat ken ik. Dat is het zwaartepunt. Ja. Ja, bij speer is dat, denk ik, aan het begin van de handgreep. Mm-hmm. Dus hier ongeveer. Nu is de speer in evenwicht, dus dit is het zwaartepunt. Ja. Dus als je dat op die speer aanduidt, is dat ook op die plek. Ja, en dat is dus waar de speer mooi in balans is, zonder
windstroming of zonder windstroming, zonder iets. Aerodynamica. Goed, dat is één van de twee punten, professor. Mm-hmm. Het zwaartepunt, maar er was nog een ander punt. Ja, daar hebben we even assistentie voor nodig. Proberen om de stroming rond die speer kort voor te stellen met een beetje rook en wat laserlicht. Ja, wat je hier eigenlijk ziet is de speer die onder een schuine hoek door de lucht klieft en waarbij er heel wat wervelingen ontstaan. En dat geeft eigenlijk een heel krachtenveld rond die speer, dus druk en wrijving. En als je al die krachten, die aerodynamische krachten, samenbrengt in één bepaald punt, dan is dat wat we het aangrijpingspunt noemen. Dat zit op 8 centimeter of 15 centimeter, nagelang de hoek, 20 centimeter achter. Maar ongeveer daar, achter het zwaartepunt. Achter het zwaartepunt. En wat er dan eigenlijk ontstaat, is hier staat een kracht naar beneden, de zwaartekracht. Ja, die wordt naar beneden getrokken. Dan is er hier een kracht naar boven, die lift wordt genoemd. Hier een kracht, dus luchtweerstand. En eigenlijk wat je krijgt, is deze werking. En die geeft een kanteling, waardoor de speer eigenlijk na verloop van tijd naar beneden zal gaan afbuigen. Het zwaartepunt en het aangrijpingspunt van de speer bepalen hoe snel de speer zal kantelen. Vandaag is het zwaartepunt bij alle speren wettelijk vastgelegd voor het aangrijpingspunt. Maar dat is niet altijd zo geweest. Want in de jaren 80 vielen beide punten nagenoeg samen en werd er geworpen met een speer die amper kantelde en maar bleef zweven. De Oost-Duitser Uwe Hohn demonstreerde dat met deze worp van 104,80 meter, een levensgevaarlijk wereldrecord. Om ongelukken te voorkomen, besliste de Internationale Atletiek Federatie in 1986 dat het zwaartepunt van een speer voortaan een paar centimeter naar voren moest opschuiven, waardoor de speer vandaag sneller kantelt. Maar als het zwaartepunt voor alle speren wettelijk vastgelegd is, hoe komt het dan dat er een verschil is in het kantelmoment van de tegenwindspeer en de meewindspeer? Om zijn punt te maken, wijst professor Blokke ons op de verschillende voorkant van de twee speren. Dan zie je dat eigenlijk dat beeld min of meer gelijk is, maar dat er grote verschillen zijn als je echt inzoomt op die punt. Ja. Waarbij je ziet dat de rechtse figuur, dus met de botte punt, dat daar eigenlijk zo'n grotere rode zone zit. Wat eigenlijk, als je naar de getallen kijkt, betekent meer druk langs onder. Ja, die duwt de speer omhoog. En van boven iets meer zuiging. Ja. En die zuigt de punt ook meer naar boven. Dus die speer gaat langer in de lucht blijven zweven? Ja, omdat het eigenlijk die zuiging en die drukkracht, die werken eigenlijk dat kantelmoment tegen. En gaat inderdaad die speer met die botte punt een stuk verder kunnen vliegen. Ja. En we hebben daar ook een simulatie van gemaakt. Mm-hmm. Dus eigenlijk het wereldrecord van Zelesny in de computer eigenlijk gereproduceerd met dus de zogenaamde meewindspeer, de speer blauwe, met de botte punt. De blauwe, ja. 98 meter 48. Ja. Goed, stel nu dat hij die andere speer had gebruikt, stel met de scherpe punt. Dezelfde omstandigheden, dezelfde manier van afwerpen. En in eerste instantie is die vlucht zeer gelijkaardig. Maar het is pas van het moment dat ook weer dat kantelmoment echt zijn uitwerking gaat krijgen, en dat is erg verschillend, dat je ook verschillen gaat zien in de baan en in de hoeken in eerste instantie. En naar het einde toe krijg je echt een groot verschil in de baan en dus plots ook een veel minder indrukwekkende afstand. Maar 96 meter 61. Ja, dat is nog altijd ver. Maar je ziet dat eigenlijk enkel alleen maar het detail van de punt van een speer, wat eigenlijk vrij weinig is op zo'n heel lichaam, toch wel een belangrijk eindeffect heeft. Ja, dus de les niet had intuïtief de juiste keuze gemaakt voor de meewindspeer. Ja. De meewindspeer en de win van Jena. Geen betere ingrediënten voor een wereldrecord. Tijd voor de grote Zelesny zelf om in actie te komen. In tegenstelling tot het kogelstoten, het hamerslingeren en het discuswerpen, waarbij de werpers in de werpcirkel moeten blijven, heeft het speerwerpen een echte aanloopstrook van wel 30 meter lang. Het is zo de enige werpdiscipline met een echte aanloop. En Zelesny die zal 17 passen moeten zetten voor zijn afworp. En bij elke pas zal hij sneller en sneller moeten gaan, tot wel 30 kilometer per uur. De 17 passen van Zelesny zijn niet van alle tijden. In de 19e eeuw werd er nog vanuit stilstand geworpen. Maar wanneer speerwerpen een Olympische discipline wordt, in 1912, beginnen de atleten stappen toe te voegen aan de worp om alsmaar verder te werpen. Om diezelfde reden experimenteert de Spanjaard Felix Errauskin zelfs met een draaiende aanloop in de jaren 50. En met succes, want Errauskin breekt meteen het wereldrecord. Maar de techniek wordt afgekeurd wegens veel te gevaarlijk. Daarom is een lange aanloop rechtdoor vandaag dé manier om zo ver mogelijk te werpen. Al is dat niet zo eenvoudig als het lijkt. So,
You accelerate, you take your time, you prepare the throw, doing everything to accelerate and then getting ready to block it to get the momentum. De aanloop moet een momentum of impuls opleveren die de speer nog verder doet vliegen. Om uit te leggen wat dat momentum precies is, nodigt Klaus Bartonietz, professor biomechanica en wereldautoriteit in het speerwerpen, ons uit bij hem thuis in het Duitse Palzerwoud. Professor, if I throw this without a run-up, it's something like this. But if I throw with a few steps, and now I throw way much further. Why is it? If an aircraft flies with, I say, 1,000 kilometers per hour, like a military aircraft, and it leaves a rocket with the initial speed of this 1,000 already, then it becomes 2,000 kilometers per hour. Because the velocity of the initial velocity becomes added as a start velocity. Yeah, it makes a difference. That makes a difference, that the initial velocity of the body goes to a certain component into the javelin. Or I throw by this movement, or I move while I'm throwing. Zelf snelheid maken om die snelheid straks aan de speer te geven. Daarvoor zet Szczesny 17 passen, van 0 naar 8 meter per seconde of ongeveer 30 kilometer per uur. De eerste 12 passen moet Szczesny op kruissnelheid brengen om vanaf de laatste 5 passen, de zogenaamde kruispassen, de speer te laden. Szczesny draait daarvoor zijn schouders open en brengt de speer achter het lichaam, zodat hij straks kan afwerpen zonder aanloopsnelheid te verliezen. Alles draait om de afwerpsnelheid van de speer en daarvoor is de aanloop minstens even belangrijk als de afworp. Szczesny was een van de allereerste om dat in te zien en uit te voeren. Ja, die vloeit zo in elkaar precies. Ja, het is simpel. Je moet er niet bij nadenken. Natuurlijk moet je er bij nadenken dat je hebt getraind, maar dat is zo vloeiend. Still looks kind of easy, kind of elastic. It's not that rough, strong throwing any longer. De snelle, elegante aanloop van Szczesny was een breuk met de aanloop van de krachtwerpers, zoals deze sterke Finn Seporetti, die het vooral moest hebben van een krachtige afworp. Met zijn stijl zet Szczesny de nieuwe standaard. And many youngsters think they should run as fast as they can. But then it's just not possible to get all these small important movements into this just part of a second when it really counts. Wie te snel aanloopt, verslikt zich in zijn speer. Patrick Bosgaard van AC Brabo in Antwerpen gaat daarom niet op zoek naar de maximale, maar wel naar de optimale aanloopsnelheid van zijn speerwerptalenten Niel Maury en Jarne Duchateau. 38 km per uur lees ik hier af op mijn speedgun. Ik veronderstel dat jullie daar net maximaal gesprint hebben. Denk ik. Ja, inderdaad. Dat is mijn hoofdmeter voluit. Dat klopt. Ja. Was bij jou ook voluit? Ja. Jarne? Ja, ja. Ik ben jammer genoeg gewoon wat trager dan iets trager. De Niel. Ja. Maar nog altijd wel snel, hè? Speerwerpers zijn blijkbaar snel. Ik denk van wel, ja. Ik denk van wel. Het is algemeen een explosieve sport. We moeten niet echt lang aanlopen vooraleer dat we de speer afgooien. Dus ik denk wel dat de meeste speerwerpers redelijk explosief en snel zijn. Jullie zijn snel, maar die topsnelheid gebruiken jullie, veronderstel ik, niet tijdens de aanloop van een worp, hè? Nee. Je moet natuurlijk ook altijd de snelheid kunnen omzetten in je worp. En dat is een beetje de tegengang. Als je te snel loopt, ga je het niet kunnen omzetten. Ja. Als je te traag loopt, ga je een afstand niet kunnen halen. Het is zo'n beetje, een beetje afwegen van hoe of wat. Hoe belangrijk is die aanloopsnelheid voor speerwerpers? Die is gigantisch belangrijk totdat de techniek fout begint te lopen. Dus hoe snel je kunt lopen met de juiste techniek, ja, dat brengt de meerwaarde op. Maar aan hoeveel procent van je maximale snelheid lopen ze aan? 70%. 70%? Ja. Dat is de regel ongeveer? Voor ons is dat de regel, ja. En dan kan je controle houden? Ja. Ja. We gaan eens meten misschien, hè? Voilà, daarnet liep hij 34, laat ons zeggen, 33, 34 kilometer per uur, nu 27 kilometer per uur. Ja. Dus hier voelt hij zich eigenlijk comfortabel mee met deze snelheid. Zien, ja, met deze snelheid. En we zien natuurlijk de afstand, om te zeggen. Degelijke worp. Degelijk worp. Dat is een goede. Ja. En hoe zat het met de aanloopsnelheid van Szczesny? Want ik veronderstel dat Szczesny als de grootmeester zelf, dat hij ook nog aan een hele hoge snelheid kon aanlopen en toch nog controle kon houden. Over. Zijn motorische capaciteiten waren gigantisch groot. Ja. Ja.
Die laatste twee passen van Zelesny zijn eigenlijk de snelste van zijn hele aanloop. En niemand zetten ze ooit beter. Hier gebeurt eigenlijk de magie van het speerwerpen. Hier wordt al die energie van die aanloop overgezet naar de speer. En het is misschien maar een kleine stap voor Zelesny, maar eigenlijk een hele grote sprong voor de speerwerpwereld. Want door jaren en jaren en jarenlang die techniek van die laatste twee passen te perfectioneren, heeft hij een echte revolutie ontketend. The activity of the last strides, we have the theory that you don't lose speed during the last strides, gaining as much as possible kinetic energy. And this is what he did to a high extent. Om geen snelheid te verliezen, zet Zelesny een korte voorlaatste pas onder het lichaam. Hij vliegt daardoor als het ware over zijn rechterbeen, het steunbeen, en kan voor zijn laatste pas zijn linkerbeen, het blokbeen, ver voor zich uitzetten. Zijn zwaartepunt komt zo dichter bij de grond, waardoor hij de snelheid van zijn lichaam nog beter op zijn linkerbeen kan blokkeren. Dat geeft een immense impact. Maar de energie die vrijkomt, gaat hij straks kunnen omzetten in een nog verdere worp. Thomas Röhler is de huidige Olympische kampioen speerwerpen. Met 7 worpen voorbij de 90 meter doet niemand van de huidige generatie beter. Hij stal met zijn ogen de techniek van Jan Zelesny. There was almost literally no energy loss landing on the right, getting into the block. It's a fast timing, and this is what maintains all the speed, all the power. And javelin is just physics, and if you're the person that is able to understand and also execute the physics, then you're going to throw far. And he just did this really great, and he did it really often. This is something I want to point out. Not just he was the world record holder, he was throwing the 90 meters as often as nobody else in the world. So this is what I'm really impressed on. Hij is ook de persoon die het speerwerpen heeft ontwikkeld. Want het is dankzij hem, moet ik zeggen, dat nu de recorden die misschien toekomstig kunnen verbeterd worden, hij heeft de basis gelegd, moet ik zeggen, van de moderne speer. En als we nu zien dat het deelnemersveld van de speerwerpers veel groter geworden is, dat er nu kleine Chinezen, Japanners, Indiërs nu ook al over de 85 meter gooien, dus dat toont toch wel aan dat ze hem heel goed bestudeerd hebben, daar lessen uitgetrokken hebben en uiteindelijk nu ook succes kunnen boeken. Jan Zelesny is vandaag een standaardwerk voor iedere speerwerpstudent. Patrick Bosgaard was als trainer van Johan Kloek mee op trainingskamp met Zelesny in Zuid-Afrika en zag de beste speerwerper aller tijden de laatste twee passen tot in den treuren herhalen. Dat maakt hem zo speciaal, hè. Je zet hem deze drills de hele tijd gigantisch veel energie gestekt, dat sommigen niet begrijpen waarom dat men dat de hele tijd doet. En je hebt echt die beelden gemaakt? Ja. Ja. Dat is 20 jaar geleden natuurlijk. Ze noemden mij Mr. Camera. Mr. Camera? Ja. Maar het is uniek materiaal wel. Het is uniek materiaal. Ik heb de kans gekregen om meerdere jaren naar Zuid-Afrika toen destijds te kunnen gaan. En ook elke keer vastgelegd voor de zin, ziet. Hij doet dat en hij blijft elke keer doen. Het is de ene winter dat hij dat gedaan heeft, maar het is elke winter. Ja, elke winter. En waarom deed hij constant die drills? Om die motorische capaciteit, zonder na te denken, vanaf dat die voet komt, ja, valt er automatisch in. Om heel natuurlijk de rest van de beweging te doen. Ja, effectief. Ja. Ja. En is dit nu echt nog het schoolvoorbeeld voor uw atleten? Dat is de manier waarop Zelesny het toen deed, 20 jaar geleden? Zo leerde ik nog altijd mijn atleten aan, zo heb ik het ook van de meester geleerd. Hij is een perfectie, hij is een norm, hè? De mater dei. Dat moet je zeggen. Dus hier zien we wat de Belgische Zelesny is. Ja. Aan het doen zijn. Dat is net hetzelfde als... Voilà, dat is onze leerschool. Ja. Hij komt op zijn steunbeen, een rechte steunbeen, want het is een rechtshandige speerwerper. Ja. En hij gaat zijn linker blokbeen opzoeken. En dan pakt hij een volgende speer en doet hij net hetzelfde. Ja. Ja. Want hier in valt staat heel het werpen. Heel de worp mee. Ja. Ja. Dus dat moet zo natuurlijk, zo makkelijk gaan, zonder na te denken eigenlijk. Hè? Ja. Hop. Zo doet hij ongeveer 30 worpjes. Oké. Okay. Wij noemen dat altijd, uw harde schijf moet geprogrammeerd worden. Dat is hetzelfde. Ja. Hier gaan we programmeren. Routineus. Ja. Alleen wie de laatste twee passen perfect uitvoert, komt tot de essentie van het speerwerpen. Een essentie die professor Bartonietz ons heel graag wil demonstreren. Beautiful, professor. What are you aiming at?
It is tree, the apple tree. You see this one single apple, I tried to hit this single apple. Yeah, but you missed him. I missed him. You missed him. Is this the essence of javelin throwing? Yeah. Bending the bow, that is the main thing the javelin thrower has to do. Using the elasticity of the bow, of the wood, or of the body when you throw the javelin. How can the human body become as elastic as a bow? It's just because of the elastic components of the human body. Like? Like the elasticity of the muscles, yeah, the ligaments, and the fascia. The connecting tissue, all are big plates in the body, in the trunk, also in the hand, yeah, arms, everywhere are fascia, yeah, which also contribute to the release of the javelin. Is this what we call the stretch shortening cycle? That you explain that? I do such an experiment with the athletes, moving very fast my finger. It's not that fast. This is not that fast. No. But when I bend my finger and store energy in the fascia and in the tendons of them, of the muscle, then it goes extremely fast. Okay. Yeah. So the essence of javelin throwing is to become the strongest bow possible. Yes. What kind of tree is this? Hazelnut. A hazelnut. It must be a hazelnut? Well, it's very... Oh, this one is good. Elastic. Very elastic. And is hazelnut elastic? Yeah. Very elastic. It's good. Yeah! Okay. It's perfect. No? Yeah, yeah. Okay. Then we take this one. It's not a prize-winning bow, but it's... This is not Jan Selesny, I think. No, it's a young. That's a young Jan Young Selesny. Kid from Belgium. Okay. Should we take a try? Yeah, maybe. While you are playing with your bow, I have another question for you. How can a javelin thrower change into a bow in just the last few steps? Only the last. Last step, right foot, left foot down, and then he can bend the bow, can pre-stretch his body. Yeah, before, impossible. When you are on one leg or in the air when you jump, no. So this is the bow we have, Professor. So now I put the bow under tension. Yeah. You compare this with a javelin thrower. Which part of the bow is the javelin thrower? Can you show it to me? This is the chest, the head, the rear leg, the right, and here in front, like this, the left leg for stopping, for breaking. You build up a tension from the ground on. It starts with the block. You build a strong hip, then you get into this bow tension because you hold back the throw. And this is, I guess, the secret for the next years, being really good at building up tension and releasing tension really fast in a really precise way. The left arm here, left leg in front, yep, very wide in front, very far. And the upper body goes now. Come, go. Bend the bow. Bend. Yeah! Now I have a bow. Yes, here is the center of pressure, the center of the tension. Okay. Yeah. And the arrow is the javelin. Yeah. And the arrow is the javelin. The more up the bow on the tension. The more you can get the bow. Yeah. It hurts. It hurts to be a bow, Professor. What to readle? Which one is Jan Selesny? Not here, but this time, maybe this bow 3-4 times bigger. And stronger. Stronger, but the same elasticity. Pretty good elasticity, yeah. Speerwerpers trainen dus om een boog van een vent te worden. Thomas Reulder, de Olympische kampioen, nodigt ons uit op een training in Jena. Een speer zie ik niet, maar ik trek wel grote ogen. Thomas, I see you doing a lot of training exercises. Mm-hmm. It's a wide range of exercises. It looks more like the program of a circus artist. Yeah. Do you agree? Yeah, true. You see me doing things that kind of appear kind of crazy from time to time, but they all help us to get these small important muscles. Like, everybody is capable of training the big muscles, but the more important thing is the neural aspects, is also the white tissue, like the ligaments, the bones. We have to do a lot of training for that, but as we understood, the javelin throwing is putting a lot of force on the body. Yeah. It's a lot of tension you get yourself into, and we have to prepare for that. And these kind of challenging exercises help us to combine muscular work
and also coordinational aspects. And this is what javelin throwing is about. What is your training session like on a weekly basis, for example? Yeah, these days it's preparation period, no competition around. So you will barely see me with a javelin. Looks like we're gymnasts. So from a person from the outside at the moment can't tell that I'm throwing the javelin. And don't you need to do it to maintain the perfect technique? Yeah, routine and feeling is definitely important. Yeah. But I'm super experienced now. So I'm training this sport for about 10 years now. Mm-hmm. For me, it's like riding a bicycle. I will never lose this feeling. And it takes me about 2 weeks to be back to feelings. That's enough to really get a feeling of javelin. For me, yeah. I'm kind of a technician person, a technical athlete, and I invested a lot of time before in learning the javelin throw, in understanding the feeling. And we do throws. We take the big medicine balls, the small medicine balls, different things. To be in javelin positions, it's about positions, about these physics, the bow tension. And there's a lot more exercises far away from the actual javelin implement that we can use. En al die tijd heeft Jan Železny één ding moeten onderdrukken. Dat is zijn zin en zijn drang om te werpen. Het zorgt voor een onaangename spanning natuurlijk, als speerwerper. Met een speer in de hand die niet mag werpen. Maar dat mag nu eindelijk wel. En de speer die heeft een snelheid opgebouwd van 30 km per uur. Die speer die heeft meegelopen met Železny tot bij de laatste pas. 30 km per uur. En in een fractie van een seconde, in het laatste tiende van een seconde van de actie, tijdens de afworp, wordt die snelheid verviervoudigd naar 115 km per uur. Dus die afworp dat is eigenlijk net hetzelfde als een raket lanceren. Door de snelheidsrevolutie van Železny is het belang van brute kracht tijdens de afworp verminderd. Maar ook vandaag zijn er werpers met een enorm krachtige afworp. Zoals deze Duitser Johannes Vetter, goed voor een persoonlijk record van 94,44 meter. Er zijn trainers die daarom nog altijd zweren bij een intensief krachttrainingsprogramma voor een ijzersterke werparm. Een van die trainers is Petra Felke. In de jaren 80 was zij een van de leading ladies van het speerwerpen. Met een worp naar de Olympische titel en met deze worp naar het wereldrecord van 80 meter. Vandaag traint ze jonge atleten op de gruwelijke trainingstoestellen van toen. Tom, dann sind es jetzt 200. Ja. Also ich würde sagen, dass das, sag mal, der Erfolg, den Erfolg begünstigt hat, an diesem Gerät zu trainieren. Mein Trainer hat es ja entwickelt und wir haben viele, viele Versuche hier dran, technische Versuche gemacht. Und es ist so, dass ich denke, dass das, sag mal, der Schlüssel zu meinen beiden Würfen war. And did you train a lot on this machine? Yeah. Yeah. What is a lot? 1200 in der Woche. 1200 times? Ja. Yeah. That's really a lot. Das war damals sehr viel, ja. This is a machine to improve your throwing strength. Ja, also wir haben hier vor allen Dingen die Wurfkraft entwickelt und vor allen Dingen auch die Rumpfmuskulatur. Weil es ist ja so, dass man, wenn man wirft, auch diese Muskulatur entwickelt. Und durch die vielen Versuche und die Gewichte, die man hier verändern kann, hat sich natürlich dort ein gutes Potenzial entwickelt. It's as old as I am. So this was built in the DDR? Ja, es ist so, dass, sagen wir mal, die Trainer ja, dass ich an der DDR groß geworden bin und die Trainer dort im Prinzip versucht haben, natürlich auch so lange wie möglich diese Maschine als strenge vertrauliche Dienstsache geheim zu halten. So this machine was really a big secret in the DDR. Ja, es war so, dass eben diese Maschine, wie gesagt, neue Trainingsmöglichkeiten eröffnet hat. Wir dadurch viele, viele Versuche machen konnten, eine starke Wurfkraft entwickelt haben und dadurch meiner Meinung nach auch diese 80 Meter zustande gekommen sind. Und man sieht ja auch, 87 wurde das Gerät entwickelt und 88 habe ich dann die 80 Meter geworfen. Also it really looks dangerous. Also alle, die hier dran sitzen, sagen, es ist angenehmer zu werfen, als einen Medizinball einarmig zu werfen. Okay, so then I will like to try it. Ja. Okay, let's try. Genau, perfekt. This is perfect. I need to let it go? Oh no, it's okay. Veel meer dan enkel zijn arm gebruikt Železny het hele lichaam tijdens de afworp. En dus moet hij ook zijn hoofd erbij houden
Want als hij zijn speer niet in de juiste hoek loslaat, zal alle voorbereiding voor niets zijn geweest. Twee hoeken zijn daarbij cruciaal. De afwerphoek, die het traject van het zwaartepunt van de speer ten opzichte van de grond bepaalt, die moet dicht bij de 36 graden liggen. En de aanvalshoek, de hoek tussen de afwerphoek en de lijn van de speer, die moet 0 graden zijn, zodat de speer mooi in lijn door de lucht kan klieven. Een speerwerper moet dus mikken, maar kan je nog precies mikken op het moment waarop je lijf en leden in de strijd gooit? De Olympische kampioen gunt ons een blik in zijn trucendoos. Yeah, well, we're not getting points on aiming on something, targeting on something, but I do aim. If I look at something, if I aim for something, it really helps me to align the javelin in the right way. Yeah, what do you look for? Sometimes it's clouds, sometimes it's stairs, sometimes it's fans, flags, screens, whatever. Okay. Something typical that helps me shoot the javelin into the right angle. Yeah, and how do you know immediately after the release this was a good one? You just see a small dot in the air, just a small point. Then you see that the tip of the javelin, the grip, and also the tail of the javelin, they go in one straight direction. And this is how I judge, okay, this is a kind of perfect throw. And how do you train that kind of aiming skills? You know the paper plane? The paper plane? Yeah, of course. It needs a lot of precision to throw, and there's something that's even more hard to hit. It's a match stick. Match stick? Yeah, a match stick, but it needs a lot of feeling and also acceleration to make it fly. But isn't it too dangerous to burn the whole training hall? You don't burn it. You don't burn it. You just use it. You take this this dot in front and then you throw far. Okay. Don't burn it. So this is going to be the most strange training session I've ever seen. These are the match sticks. This is the match sticks, true, yes. Let's grab it. A little bit like, as I said, paper plane. Yeah, and then quite similar. Same with the javelin. Yeah. One straight line. Yeah, like an airplane. You've never seen an airplane take off like that. It's always taking off really straight. Same with these match sticks. Just go ahead and throw them. So, what is your personal record in? My personal record is 32 meters. But 32 meters. 32 meters. Oh. Yeah, but there is people throwing further. Yeah. With these small ones. With these small ones. Yeah. There are people throwing further. The unofficial world record is 36, Uwe Hohn. You're rather close to the world record. I'm kind of close. We're not training for this, we're training for javelin still, so maybe I should invest more time here. You're close in javelin throwing as well, eh? That's true, yeah, that's true. So 32 meters, that's what you can throw. Yeah, so just give it a try. I will give it a try. Just in this direction, I put it this. All right. You told me a line like this. Yes. Then I'm gonna throw. It was about... That was not too bad. 35, I think. 35, yeah. That was good. Yeah, yeah, good job. That's a beautiful feeling. Like, we're one of a few sports where we can see our own work. So we're done when the javelin is flying, and it's flying kind of, I think, something around 3 seconds or something. So you can really relax, sit there, enjoy the flight of the javelin, and if it goes straight, if you just see that point, you know it's going to go far. So it's something really enjoyable. I sage Ihnen, der alte Weltrekord war bei 95,66 Meter. Und dieser Wurf hier, der war 3 Meter weiter, fast 50,48 Meter. Unglaublicher Wurf von Jan Selesnyk. Dieser Speerwurfwettbewerb von Jena wird in die Geschichte der Leichtathletik eingehen. Hij heeft ook altijd gezegd, ik wil 100 meter. Vandaar dat hem ook altijd natuurlijk is blijven experimenteren. Want het is mogelijk, natuurlijk. The people that become taller, the training becomes more sophisticated. There's a lot of things we can optimize. I think it's a mental barrier. And if we say like it's not possible, it's even harder to get close to that. So I say it's no problem. It's just physics. Just go over it. And seeing these javelin machines throwing a javelin when they do the testing, it looks so easy to make a javelin fly over 100. And in my opinion, humans must be able to do that. Fabulous throwing going on here from this astonishing crop of top javelin throwers. The world record, of course, still belongs to Jan Zalesny at 98 meters. That one will last, I suspect, for a long, long time. But Roller is moving to second place. I know a little bit more about the training of Thomas Roller, so this is why I'm
think more about Thomas Roehler. But when I see that the aggressive style of throwing of Johannes Vetter, they will fight against each other and pushing each other up and up. Ik denk, moest Hoffman sneller kunnen aanlopen en veel dieper kunnen gaan zitten, veel schuiner bok hebben, dat het nog wel eens een serieuze progressie zou kunnen worden. De vraag is alleen, gaat hij dat kunnen uitvoeren, gaat hij dat kunnen houden? Als hij het kan, dan zou het natuurlijk wel eens over de 100 meter kunnen gaan. Maar ik denk evengoed dat de volgende wereldrecordhouder nog geboren moet worden. It's something I'm working for. I'm never talking about numbers. I'm never making predictions on how far are you going to throw this one season, because it's small changes in elite sports that can make a huge difference. And you never know if you take the right decisions, because we don't have this glass thing looking into it. We would all take the right decisions. It's about taking decisions, having a dream, and definitely the world record is within reach at the moment. Records zijn er om te verbreken, dus. Het zal een evolutie zijn, hoe we zeggen, en dat zal sowieso verbroken worden. Maar ik hoop in ieder geval nog een koppel jaar, dat het nog een koppel jaar mag staan.